Goedemorgen allemaal. Het is een beetje later nog de beste wensen. Maar ik heb jullie pas voor het laatst gezien voor de kerstvakantie. We gaan vandaag weer verder. Het zou nog leuk zijn. Even een tijdje terug. Ik ben ook wel benieuwd hoe het met iedereen is gegaan. Kerst. Hoe het was. Fase 1 afgerond, zijn we bezig geweest. Hoe is het gegaan, iedereen? Wat was er ook alweer, fase 1? Ja, wie kan me een beetje helpen? Wat was fase 1 ook alweer? Wat moest je dan doen? Thematafel er ook bij, ja. Wat was het puntje, puntje, puntje van het thema? Voorbereiden. Dat was het eerst, dat was helemaal ervoor. Dus introduceren. Van het thema. Dus hoe doe je dat? Vandaag is de thematafel, hoorde ik hier al. Wat hebben jullie allemaal gedaan? En met kernwoorden, boekje verkennen. Is dat niet allemaal een beetje geluk bij jullie? Jojojo. Cordella zegt ja, wat heb je gedaan? Kun je ja zeggen? Ik wil graag een antwoord. Ik heb een thema gedaan. Of Oké, en heb je dat met een klein stokje gedaan? Nee, ze hebben. Zullen we even naar elkaar luisteren? Ik bedoel, het is wel zo fijn. Misschien kan je dingen van leren. Het is ook altijd wel leuk om te weten hoe andere mensen dingen hebben gedaan. Ik heb het met winterdieren gedaan, inderdaad, in het thematafel. Klinkt het goed? Ja. Ik wil graag het nieuw wel iets horen. Wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie al een kopje? Maar wat is het thema? Ja, er staat even zo'n beer. Ja, maar wat is het thema? Is dat ook echt het thema, de beer? Nee, ik denk dat het iets met liefdeven. Ik ga van mijn moederbeer naar babybeer. Is dat jouw thema? Ja, denk ik wel. Hoe heb je dat geïntroduceerd? Ik denk het wel. Niet eigenlijk. Niet. Is het niet gelukt? Nee, ik moet het nog doen. Okay. Ga er wel mee bezig zijn, want ik wil het zullen, maar ik ga het toch even doen. Het is wel je laatste college. En dan betekent dat alle opdrachten wel af zijn en ingeleverd worden. Dus als je nog vragen hebt, als dingen niet duidelijk zijn, vraag het dan vandaag. Want dit is echt jullie laatste college. En vandaag, ja, na vandaag moet de opdracht gewoon gedaan zijn en af zijn. Dus er zijn nog meer mensen waar het niet gelukt is, om wat voor reden dan ook. Gaat het nog wel binnenkort gebeuren? Oké, goed, dan gaan we verder. Even kijken, nou, dit zijn de onderwerpen. Zoals ik al zei, dat is jullie laatste college, dus ik vind het niet zo leuk dat er mee wordt gekletst. Jullie moeten daar ook in leven. Het is jullie probleem als je iets snapt en niet begrijpt. Onderwerpen bij de bijeenkomst 4, dat is vandaag. We gaan het hebben over fase 2, de kernwoorden verduidelijken. Fase 1 was introduceren van het thema. Fase 2 is het kernwoord verduidelijken. Nou, daarbij zijn een aantal dingen heel belangrijk. Dat zijn woordenschat, de leidster of de leidervaardigheden, authentieke activiteiten bij het thema. Nou, daar kom ik dadelijk op terug, dat is een beetje een moeilijk woord. Fotoseries maken en gebruiken en gesprekken begeleiden bij de computer. En de doelen van deze bijeenkomst gaan ook verder aan jullie reader. Dus die kan je gewoon zelf eventjes doorlezen. Volgende dia. Nou, dit is dus de hele cyclus. Jullie moeten dus de toetsweek af hebben tot en met fase 2. Dus de voorbereiding helemaal en fase 1 en fase 2. En vandaag gaan we dus in op fase 2. En komt misschien, ik weet niet of jullie dat doorhebben, bij elke fase lees je dus opnieuw het boekje voor. Bij de voorbereiding bereid je alles voor. Bij fase 1 ging je bezig met het boekje door het te verkennen, door een thematafel, door al een klein groepje leerlingen of gehandicapten een beetje voor te bereiden. En door het in de kring al een beetje met de hele klas te verkennen. En nu bij fase 2 lees je het boekje opnieuw voor. Maar nu staat er iets anders centraal. Nu ga je het niet meer verkennen. Nu ga je echt in een bepaalde kernwoorden. En de betekenis daarvan verduidelijken. En dat is het doel van dit vak. Je wil de taalontwikkeling van die leerlingen wil je dus stimuleren. Als je een vraag hebt, dan kan die naar mij, hè? Ja. Oké, volgende dia. Oké, fase 2, wat hoort er eigenlijk bij?
kijken. Introductie met de vertelklok en verteltas. Het verhaal voorlezen met aandacht voor kernwoorden. En ook nabespreken met de aandacht voor kernwoorden. En verwerkingsactiviteiten, een authentieke activiteit en de foto's bekijken en bespreken. Nabespreken kan op de kulgelukkige thematafel. Die heb ik bij fase 1 die gemaakt. Dus als je een nabespreking gaat doen met kernwoorden, pak dan gewoon het voorwerp van de thematafel erbij. En verwerkingsactiviteiten zijn, kan je bijvoorbeeld een woordspelletje doen. Want bij deze fase staat echt centraal echt de relatie tussen het voorlezen en de woordenschat. Dat heeft heel erg veel met elkaar te maken. Als je hem voorleest, leert die leerling of de kinderen of de gehandicapten leren nieuwe woorden. En dus kan je meehelpen die woordenschat uit te breiden. Als je die woorden gaat uitleggen en gaat verduidelijken, help je mee om hun woordenschat uit te breiden en dat hen te ontwikkelen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling van dit vak, van al die fases die je doorloopt. Kijk, een authentieke activiteit is heel erg leuk, maar alleen als het mogelijk is. Als het niet mogelijk is, dan kan het niet. En je kan altijd iets bedenken wat je zou kunnen doen. Maar daar kom ik daar nog even op terug. Zoals het kan zijn, een boekje wordt dus meerdere keren voorgelezen. En ook bij deze fase wordt het boekje dus weer voorgelezen. Maar nu spelen dus die kernwoorden een hele belangrijke, hele prominente rol. Die zijn heel belangrijk. En het voorlezen gebeurt wel gewoon in de grote kring. Dat doe je niet meer in de kleine groepje eerst, want dat heb je al gedaan. Je hebt het al voorbereid. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat voor de tweede keer voorlezen? Waarom doe je dat? Hoe doe je het vooral? Kijk, je lijkt het in en je maakt het spannend met een vertelkoffer of een verteltas. Daar zitten gewoon spullen in die te maken hebben met de kernwoorden, of die te maken hebben met het verhaal. Stel je dat als ze even weer jarig zijn, dan heb je bijvoorbeeld een cadeautje op de tas. Nou, is dit? Wat zou het zijn? Wat zou het in zijn? Dan laat je het verhaal een beetje in door middel van een cadeautje en maak het een beetje interessant voor de kinderen. Je maakt opnieuw een keuze uit de woorden. Dus je hebt bij het voorbereiden al een paar woorden geselecteerd. Nu maak je opnieuw een keuze uit de woorden die je echt vandaag, bij fase 2, echt wil gaan verduidelijken en echt wil gaan uitleggen. Van je wil dat de kinderen dat uiteindelijk begrijpen. Blijf dichter bij de tekst dan de eerste keer. Want bij fase 1 ging je de tekst alleen nog maar verkennen. Weet je aftasten, nou wat zou er gaan gebeuren met de plaatjes erbij in de voorkant. Nu blijf je wel dichter bij de tekst. Je wil nu echt ingaan op het verhaal. Het verhaal is wel de basis van jouw hele thema. Dus het verhaal moet wel zo langzamerhand een beetje echt waar worden gemaakt. Even kijken tot slot. En tijdens het voorlezen verduidelijk je dus de betekenis van het gekozen woord. Oké. Ja. De woordenschatdidactiek is dus heel erg belangrijk. En daar is ook specifiek aandacht voor bij deze fase. Want je wilt vooral bijdragen aan de woordenschatuitbreiding. Dat doe je in 4 stappen eigenlijk. Hoe breid je inderdaad nou die woordenschat uit? Dat kan je op 2 manieren doen. Ten eerste vind je natuurlijk een aantal woorden. De woorden waarvan jij wil dat de kinderen dat leren. Dan geef je een betekenisvol taalaanbod. Je kiest dus wel woorden uit die een betekenis hebben, die je ook echt uit kan leggen. En je verduidelijkt die betekenis. Stel je wil het woord ontbijt uitleggen. Nou, dan kan je uitleggen, ontbijt heeft een betekenis. Dat kennen die kinderen ook, want ze ontbijten elke dag. Ze weten waarschijnlijk alleen niet dat het ontbijt heeft. Dus dan kan je zeggen van, nou, als ik wakker word 's ochtends en ik ga dan eten, dan ga ik ontbijten. Heel veel andere bewoordingen kan je doen. Maar dat is een manier om de betekenis te verduidelijken. En het wel een betekenis wel aanbod te geven. Nou, dat herhaal je, dat oefen je. Dus je oefent het woord met de kinderen. Met spelletjes. Of je vraagt zelf, nou, wat ontbijt jij 's ochtends? En je controleert het ook. Stel, het kan dezelfde dag, maar je kan ook de dag daarna vragen. Wat voor ontbijt had jij vanochtend? Als een leerling een antwoord kan geven, dan weet je, hé, je hebt het begrepen. En dan controleer je dus of jouw uitleg ook echt duidelijk is geworden.